Oh my god! Oh my god! Oh my god, dat durf ik echt niet! Ja. Nee! Ja! Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta hier bij... Goedemorgen! Ik sta hier bij Lamborghini Leusden. En daar staan natuurlijk weer prachtige auto's. Check hier bijvoorbeeld de Evo. Check deze ook eventjes. Wat een gruwelijke kleur ook. De binnenkant is gewoon oranje trouwens. Zie je dat? Ziet er wel heel erg cool uit. Ook een Evo, alleen daarachter... Kan het dakje eraf, hier niet. Hier staat ook nog een hele gruwelijke hoor. Gewoon een wat minder fel kleurtje, maar ook wel heel erg vet. En hier staat mijn eigen auto. En die heb ik eventjes heen gebracht. Hij is ook alweer klaar. Duurde maar een klein uurtje. Ze hebben eventjes de airbag en de foutmelding daarvan hebben ze uitgelezen. En dat is verholpen. Want ik heb een nieuw stuurtje erop. En omdat het stuur eruit is geweest... is de airbag er ook uit geweest, want er zit een airbag in het stuur. En daardoor gaf hij dus een foutmelding. Nou, die foutmelding wilde ik sowieso eruit hebben, omdat ik op vakantie ga over een paar dagen samen met Myron naar het buitenland. Dat is 1200 kilometer rijden, dus je kan ongeveer wel schatten waar we dan terechtkomen. En daar heb ik heel erg veel zin in, maar ik wilde dan wel 100% zeker weten dat alles goed zit. Dus ze hebben hem helemaal uitgelezen, ze hebben oliepeil even bijgevuld, voor de rest wat dingetjes gecheckt. Alles helemaal tiptop in orde. De banden zijn ook nog goed na de circuitdag van gisteren. Dus dat is ook helemaal toppie. En dan stap ik weer in de auto en dan gaan we er vandoor. Wij gaan iets heel erg leuks doen vandaag. Ik heb er ontzettend veel zin in. Hebben er ook zin in. Knal dan even een blauw duimpje omhoog. En de pet die ik op heb. Deze roze met KP logo. Die overigens ook in het rood en het zwart is. Die komt heel erg snel online. Ergens deze dagen. Ik hou jullie nog wel even op de hoogte in de vlogs. En op mijn Instagram. We wilden net gaan wegrijden. En wat gebeurt er? Bob! Yo bro! Yo! Goedemorgen. Yo. Ja, ik wist dat jij hier zou zijn. Dus ik denk ik bel even. Maar jij neemt natuurlijk weer niet op. Hè? Dus belt hij mij. Dus bel ik Miron. Dus ik Miron aan de lijn. Ik zeg waar ben je? Ja, we zijn er net. Maar we wachten. Enzo moet hier op de foto. Zie je? Ik zei Enzo nog even op de foto. Maar wel normaal hoor. Niet zoals ik het zei. Ik heb nog even snel een fotootje gemaakt. En ja. Nu gaan wij er echt vandoor. Het leuke is, Milan die gaat ook mee naar Wassenaar, waar we nu heen gaan. Ja. En jij komt alleen even een andere auto ophalen. Ja, dus ik rij een kwartier achter je aan. Ja, is goed. Wij gaan nu vandoor, we zien zo. Yes, tot zometeen man. Rustig ik heb er zin in. Ja. Ik heb zin in! Dat doe jij al altijd, toch? Ja. Ik heb er zin in! Ah! En dan gaan we verder. Ja, zo ongeveer. Het is zo'n tekenfilm poppetje, hoe jij beweegt. Helemaal niet. Hij lijkt een beetje op Popeye. Ja. Kijk, ga dan maar. Yo, later. Tot zo. We zijn aangekomen in Wassenaar. En als ik dit zo bekijk, dan ziet het er heel erg naar uit dat het gewoon midden tussen de huizen ligt. Gewoon in een woonwijk zowat. Even kijken. Rechts, Tiki Bad. Ja. Dan gaan we naar rechts. Hoor dan. Daar, ja. Moet ik die kant op? Ik denk makkelijkst is om even achteruit te gaan. Oké, is goed. Ze sprongen die bussen uit. Duimrel. Ik dacht eerst dat ze het over jou hadden, joh. En toen ineens hoorde ik duimrel. Nee, ik vond het gewoon zo schattig. Ja, dat is echt cute. Hier, kijk eens wie we daar hebben. Ella! Mogen wij ook in die auto? Oké, dat zijn vier van de 14 mensen die gaan zwemmen met ons. Hey! Daar hebben we de rest. Hey! We gaan even naar de museum zoeken. Even plassen. Ik ga straks gewoon plassen in het zwembad hoor. Maar weet je, als je gaat plassen in het zwembad, dan krijg je een ander kleurtje in het bad te zien. Ja, dat wil ik. Hi Enzo. Hoi. Hi. Ga je even voor
doorrijden richting het tikkiebad. Ja, is goed. En dan gaan we lekker veel plezier maken, denk ik, toch? Ja. Leuk, top. Je mag even doorrijden. Top, ga je doen. Van Lin kreeg ik een DM op Insta van hey Enzo, lijkt het je leuk om samen met vrienden van 10 tot 3 in het tikkiebad te gaan zwemmen? Ja. Dus met kikkelijke groet, Lin. Ja. Superleuk. Hey boys! Hey. Hey. Oh, wie is die kast? Hoi, Leo! Hey. Hey. Alles goed met jullie? Ja, lekker man. Zin om te zwemmen? Stipt op 10 uur, hè, was ik even. Ja, hey, even serieus, even een buiging naar Don. Hij was de enige die hier stipt om 10 uur was. Wij waren 1 over 10? Ja. Ja, dat is te laat, hè? Ja, nadat ik jou belde kwam Ja, dan ben je te laat. Ja. Je had hier 10 uur moeten zijn, ja. Don was de enige. Ja, maar wij stonden buiten. Dus Don krijgt de toestemming vandaag om bij alle glijbanen met de blote reten vanaf te gaan. Ik heb er geschoren ook. Ik heb geschoren ook. Oh, wat een gezelligheid, jongens. Wat een gezelligheid. En Daniel is zo vrolijk altijd. Heb je nou een microfoon? Ja, ik heb... Dat is echt de eerste keer in 2,5 jaar dat ik jou met een microfoon op je camera zie. Ja, op advies van Boas. Die zei, we gaan naar het strand, we gaan surfen. Je moet anders even een microfoon erop doen voor de wind. En nu heb ik hem gewoon elke keer erop. Super chill. Heb jij een microfoon op je hoofd? Ja, je hebt hier een soort poppenfilter. Oh, zo onaardig. Ik geef je zo een knuffeltje. Ja, is goed. Ze hebben hier allemaal elektrische stepjes en zo. Ja, ze gaat hard. Ga eens toetrekken, kijk of ze schrikt. Ze kijkt geen eens om. Nee. Ze heeft stalen zenuwen. Nou, ik denk dat ze irritante YouTubers wel gewend is. Ja. Hallo! Hoi! Goedemorgen! Hoi! Dit is de tweede keer je baard af! Ik heb mijn baard geschoren! Ja, scheer een keer je baard af en zo. Ja, ik scheer mijn baard wel, maar dat is vaak net een paar dagen te laat. Ja, dat is waar. Maar ik heb me nu geschoren, dus ik ben helemaal fresh. Dames en heren, ze hebben hier 21 glijbanen. Van bij elkaar een lengte 15 kilometer. Dat is echt bizar. Wow. Dus daar gaan wij van genieten vandaag. Ja. Oh. Mag ik beter gewoon even uitpakken? Mag ik wel even buiten? Mag ook. Oh, ruiken jullie dat? Ja, dit, oh, dit is zeg maar chloor met plas. Oh, kinderplas. Als het goed is het toch 3 maanden niet in geplast, of wel? Nee, klopt. Hoe lang zijn jullie dicht geweest? 2 maanden dicht geweest. 2 maanden dicht geweest. Ja. Dus alles is gewoon... Dus helemaal, alles is helemaal spik en span. Zijn wij de eerste die badplassen? Ja. Wij gaan met z'n allen tegelijk op 3, 2... Nee. Ja, ik heb maar ook gewoon gespaard, niet... Nee, even zonder gekheid. Het is dus 2 maanden dicht geweest. En vandaag is de laatste dag dat het gewoon gesloten is. En dan vanaf vanmiddag 3 uur. En dan daarna weer vanaf morgen is het gewoon weer open. En dan kan iedereen weer zwemmen hier. Maar voor nu is het gewoon van 10 uur 's ochtends... Tot 3 uur 's middags mogen we gewoon alles hier gebruiken. Alle 21 glijbanen. Super sick. Ontzettend veel zin in. En dat wordt echt gekhuis. Dat wordt echt gekhuis. En bij elkaar, als we alle 21 glijbanen hebben gehad. Dan hebben we, als het goed is, bij elkaar 1,5 kilometer afgelegd aan glijervaring. Nu zijn het 15. Nee, ik bedoel 1,5. En dit was mijn spreekbeurt over het team. Zijn er nog vragen? Hey, maar als we nou 60 km per uur van die glijbaan afgaan, dan heb je dus in totaal echt maar een minuut aan glijtijd of zo. Ja, maar niet elke glijbaan gaat 60 km per uur. Wel als je met je blote billen gaat. Ja, alleen Don mag dat, hij was een spijt. En hij heeft zijn billen geschoren, dus hij gaat extra hard. Kan ik niet laten zien, helaas, sorry. Welke glijbaan is het vetst, vind jij? Welke is het vetst? Nou ja, Blitz Frits, dat zijn onze turbo glijbanen, dus dat is ongeveer... Blitz Frits? Blitz en Flits. Blitz en Frits? Blitz en de Flits, met de L. Blitz en Flits. Oh, Blitz en de Flits. Ja. Oh, ik dacht het zijn twee mensen. Nee, Blitz nee, en Frits. Blitz en Flits, en dat zijn de gaafste glijbanen. Ja. Die gaan het hardst? Die gaan het hardst. Oké. Okay. Cyclone ook een hele goeie. Daarbij ga je naar het rechter, kom je op het einde terecht. Ja. Ook erg gaaf, dus Cool. Nou, we gaan in ieder geval veel plezier hebben, dat wordt echt dik. We zijn steeds meer compleet en compleet. En ik ben heel erg benieuwd wat de eerste glijbaan gaat zijn die we gaan nemen. Ik heb in ieder geval zojuist ook nog even een extra cameraatje gekocht. Want die andere van mij die was niet meer helemaal waterdicht. Dus dit gaat helemaal goed komen met de beelden ook. Ik vraag dit niet voor mezelf, maar ik vraag dit gewoon voor de mensen die ik heb meegenomen.
Kan het zo zijn dat als je in het water plast dat het van kleur verandert? Ja, dat hoor je wel heel vaak. Maar ik heb ergens vernomen dat dat een foutje is. Oh, ja, dat is een foutje. Nou wil ik natuurlijk niet gaan zorgen dat jullie allemaal tegelijk zo meteen... Nee, even een boodschap. Iedereen, als jullie gaan plassen... Als jullie gaan plassen, gewoon naar de wc, oké? Okay? Ja, het was ook een grapje. Even op het gezicht zien of iemand dat doet en dan halen jullie gelijk eruit. Dat klopt wel. Als je, ik denk dat serieus als badmeester of als badjuffrouw, denk ik serieus dat jullie allemaal wat gezicht kennen van plassende kinderen. Dat ze zo even aan het dobberen zijn en dan zo... Zo'n gezicht hebben, weet je wel. Ja, maar goed. Nee, we doen het allemaal netjes bij het toilet natuurlijk. Gelukkig. Jouw lach, joh! Janiek gaat jullie zo meteen even wat regels uitleggen in een rondom een tikkiebad. En dan wordt het denk ik gewoon superleuk. Ja, oké. Okay. Dus, Janiek, aan jou! Voor degenen die mij nog net niet hadden gezien, mijn naam is Janiek, mijn supervisor in het tikkiebad. We gaan natuurlijk heel veel plezier hebben. Nou, net werd al gezegd, 21 glijbanen, 1,5 kilometer aan glijplezier, dus het moet helemaal goed komen. Sommige glijbanen gaan 60 km per uur, dus dat is natuurlijk heel gaaf, maar daardoor hebben we ook wat veiligheidsregels, vooral voor jezelf. En de andere natuurlijk die ik even met jullie wil spreken. Met blote kont of zonder? Het beste is zonder. Ik snap dat het leuk is, maar het gaat al hard genoeg van zichzelf. Oké. Ja. En ik snap, normaal als tegen mij gezegd wordt, druk niet die rode knop in. Dan ga ik juist die rode knop indrukken omdat ik heel nieuwsgierig ben. Ik zie Jens ook gelijk glimlachen. Ja. Maar ik wil toch wel echt even vragen om hier goed aan te houden. Dus het houdt in dat je goed eventjes op de veiligheidsborden kijkt bij de glijbanen. Per glijbaan kan het soms wel eens verschillen. Het belangrijkste is dat je de juiste glijpositie aanneemt. Voeten als eerst. Op je rug, handen achter je hoofd. Ik snap dat het leuk is om head first te gaan, maar op glijbanen die zo hard gaan, is dat wel echt wel vervelend. Nee, hetzelfde is dat er mag echt maar één persoon van de glijbaan af. Niet met z'n allen in de slinger. Ik snap dat dat ook heel leuk is, maar wederom weer 60 km per uur knooien tegenkomen, is wel vervelend. We hebben drie glijbanen met een band erin, daar kunnen we met z'n tweeën van af. Oh, dat is vet. Ja, en ik heb begrepen dat jullie hebben... In elke glijbaan kunnen jullie zien of iemand lacht of niet. En als iemand niet lacht, mag je niet nog een keer. Nee, dus dan moet je gelijk eruit. Dus ja, oké. Okay. Horen jullie dat? Ja. Allemaal lachen, huisglijden. Nee, okay, verder, nou ja, dan de leuke kanten natuurlijk ook. Ik ben er de hele dag bij. Als jullie vragen hebben, als er iets is, of gewoon een gezellig... Ben je er de hele dag bij? Ja, hij is zelf ook bij. Ja. Hij is de hele dag bij! Ik heb ook twee toezichthouders, die lopen met jullie mee. Bij elke glijbaan waar jullie vanaf gaan, moet zij aanwezig zijn. Dus zij lopen met jullie mee de hele dag. Maar als ze nou met z'n 12 splitsen, splitsen zij zich dan ook in 12. Ik ga ervan dat jullie elkaar zo leuk vinden en aardig vinden dat jullie met z'n allen gaan, maar dat komt goed. Dus, Niemand weet dat ik met z'n allen ga. Sorry Erik, ik ben met Timo in één optie. Hey, knolbouw bikinis! Is dit nou illegale handel? Ja, ging even mis. Hey, kijk wie we mee hebben, dames en heren. Het is Hans! Hans is er ook bij. A few moments later. Zo, we hebben ons omgekleed. We zijn er klaar voor. Waar moeten we heen? Dat is alleen even de vraag. Hallo? Hoi. Hey, dit hebben we laatst gedaan. Ja, inderdaad. Niet zo goed, maar... Klopt. Niet zo heel goed, maar we deden ons best. Zo, dit is lang geleden. Dit is echt lang geleden. Ben je ooit in een tikkiebad geweest? Eén keer eerder. Ja? Ja. Met Daan samen. Oh mijn god. Dus voor mij is het een soort van nieuw nog. Dan wordt het heel erg leuk. Vet, ja, dan wordt het echt heel erg vet. Weet je hoeveel glijbanen ze hebben? Nee. 21. Ja, gaan ze allemaal 21 proberen, ja, hè? Ja, sowieso. We gaan ze sowieso allemaal 21 doen. Alle 21. Alleen ik ben heel erg benieuwd of iedereen in alle 21 glijbanen durft. Want sommigen die gaan dus hard, waarvan 60 km per uur. Dat is echt hard, met je blote billen. Dus ja, ik ben benieuwd. Oh, je plat is de mond! Je plat is de mond! Ah, lekker man! Ja, nice. Ik hoop niet dat daar mensen in hebben geplat. Oké, dames en heren. Dit gaat beginnen nu. We gaan van de glijbanen. Ik heb echt geen idee waar we nu heen gaan, hè. Oh, we zijn er bijna. Hey, is dit met die trechter? Ja? Ja. Oei. Holy shit, we gaan dus gewoon beginnen bij de trechter, dames en heren. Oké,
gaat als eerst. Dat is gelijk de snelste. Ja, als eerst. Ja. Passel! Dat ging heel snel. Ziet iemand je glijbaard? Doei! Ik vind de reacties van mensen altijd zo leuk. De ene gilt keihard, de ander schreeuwt keihard. En iemand anders geeft bijvoorbeeld geen kick. Zoals Lars, die geeft nooit een kick. Ga maar, Lars. Oké. Ga jij, Lars? Niet gillen, hè? Ik wacht op het groene lampje. Ja. Ik zal niet gillen. Oké, okay, beloof. Van binnen. Ja! Ja. Oh, niet zo. Oh, je hoort het heel hard. Ja, Lars is volgens mij de zwaarste van ons allemaal. Ja. Dus die gaat ook altijd het hardst. Dus als je voor iemand respect moet hebben vandaag, is het Lars wel. Want die gaat overal het hardst. 100%. Oké, okay, ga jij nu? Ja, is goed? Ja, oké, okay, let's go. Klinkt alsof ze een soort verslinder terechtkomen. Ja, deze gaat wel echt heel hard. Het is wel geinig, want ik kan hier op het beeld zien hoe Myron door die trechter gaat. Dat is heel grappig gezegd. Myron die kwam serieus achterstevoren in de trechter terecht. Bye Francis! Doei! Doei! Hé hey, Lars! Je hebt niet gegild, hè? We hoorden jou helemaal niet. Ben je kapot? Was hier van de trap lopen. Oké, daar ga ik, dames en heren. Mijn allereerste glijbaan. En weet je wat het zieke is? Normaal gesproken mag je dus niet filmen. Maar gelukkig mogen we dat vandaag wel om jullie te laten zien hoe vet het is. Dus dat is echt heel nice. Ja. Hopelijk om jullie ook een beetje het gevoel te geven. Go! Wat gebeurde er? Ze kwam achterstevoren eruit. Oké, we zijn dus allemaal van de trechter geweest. Die is super lijp. Maar volgens Tiki Bad Kenner Don, ja, ja. Is deze nog gekker. Ja, deze gaat nog harder. Maar dit is geen trechter, je komt in zo'n bak. Veel plezier. Hij zet je. Oh, je ziet hem helemaal gaan daar. Oh, deze wordt echt heel lijp. Oh, oh, oh. Oké, daar ga ik. Ik vind deze echt heel eng, hè? Even serieus. Gaan jullie hem allemaal doen? Ja, gelijk achter jou. Ja, de dames ook allemaal. Oh shit, dat moet ik wel. Oké. Doei. Hey, dit is echt niet normaal, hè? Hey, dit is echt bizar. Oei, joh. Jezus! Dit is niet normaal, hè? Oh, mijn god, dat is niet normaal! Ja, dat is hard, hè? Oh, 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 oh
lang, hè? Zo! Ja, deze, dames en heren, is echt heftig. Hij is echt heel heftig. Niet normaal. Ik wist niet wat er gebeurde. Oh my god. Oké, daar komt de volgende. Oh shit! Je wist niet wat er gebeurde, hè? Gast, ik stoot in mijn hoofd en opeens zat ik stil. Wow. Maar je ziet jezelf ook super goed door die glijbaan. Oké, daar komt de volgende. Oh, ik ben gespreekt gewoon. Oh, wat heb ik me net gekeken? Jij spuugt ook gewoon water uit. Ja, ik heb mijn hele neus en mijn mond zijn vol met water. Yo, deze was echt bizar. Deze was zo gruwelijk. Iedereen die de glijbaan uitkwam, die was helemaal in de war. Die was helemaal van, wat is er zojuist gebeurd? Maar iedereen heeft een adrenaline kick en dat is echt top. Dit is echt zo super vet. En nu ik hier ben, besef ik pas hoe uniek het is dat we gewoon het hele bad voor onszelf hebben. Want soms is het hier zo druk dat je bijvoorbeeld een half uur moet wachten op een glijbaan als het hoogseizoen is. Nu is het natuurlijk een andere tijd met corona, maar normaal gesproken is het zo mega druk. En dat snap ik wel, want het is echt super leuk. Ik probeer alles zo goed mogelijk voor jullie te filmen. Ik ben de hele tijd bezig met de GoPro'tjes en de camera. In de tussentijd is de rest gewoon lekker de glijbaan aan het nemen. En ga er lekker voor zitten, want we zijn nog maar net begonnen. En er komen nog veel meer vette shots aan. We hebben drie keuzes bij deze glijbaan. Twee in donker met verlichting. En eentje is Triton, dat is een vrij nieuwe glijbaan. En die zien jullie daar op de achtergrond, op de weg van de cones. En dan ga je drie keer door zo'n cone heen. Oh, leuk. Ja. Dus je kan boven kiezen welke je wilt doen. Oké, cool. Succes, dat is hier. En neem een knolpauwen rood, denk ik. Ja. Nog ophouden. Nog verder, nog verder. 3, 2, 1. Hoi, hoi. Ik ben nou kapot. Jeetje, jullie zitten dus bij het entertainment team. Ja, de als jullie te kijken. Dames en heren, Daniel gaat jullie nu meenemen met de cannonball. En deze is volgens mij middel, gemiddeld. Want dat kan je hier zien. Je hebt soft, je hebt medium en je hebt turbo. En dit is medium. Dus Daniel, ik ben er klaar voor. Ga ervan genieten. 1, 2, hoef ik uit! Zo, de GoPro ging van mijn hoofd af. En was hij nu al? Was hij er nu al? Ik ga ook. Kijk daar, ik ben meteen daar. Let op. Oké, ik ga kijken. Even wachten totdat hij groen wordt hier. Daniel is al weg. Hij viel daar. Ja, 3, 2, 1. Ja, hij is weg. Dat gaat zo snel. Ik dacht dit is een lange glijbaan, maar je bent meteen beneden, echt meteen. Hey, veel succes, hè? Ja, het komt zeker goed. Hey, dat gaat wel hard, hè? Ik dacht dat het een hele lange glijbaan was. Maar hij stopt daar al. Kan je daar zien? Ja. Hey, succes, hè, Timo? Oké.
jij nu? Nee. Ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Kom op. Oké, okay, let's go boys en girls. Zet hem op. Klein maken. En dan gewoon over de kop. Ja, gewoon klein maken, dan ga je bijna over de kop. Holy shit. Jij bent iets kleiner, dus misschien lukt het. Ah! Oei joh! Oei joh! Oké, okay, daar komt Lars met de salto, hopelijk. Ja. Hij is moeilijk. Oké, okay, nu komt Timo naar beneden met hopelijk een salto. Onmogelijk! Ja, dat kan bijna niet. Ik denk dat ik nog het dichtstbij kwam, maar het is moeilijk. Dit is zo'n typische glijbaan dat je denkt van, hij is kort, maar krachtig. Wat er nu gaat gebeuren is het volgende. Myron, die doet het deurtje open, die gaat in de cabine stappen. En die, geen idee, drukt op een knopje of iets en dan gaat ze naar beneden. En dat heet de Extreme. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daarvan gaat vinden. Ze staat er in ieder geval klaar voor. Ik ben erg benieuwd. Deze lijkt me best wel spannend namelijk. Oh shit, daar gaat ze. Wow! Is die leuk? Ja! Oh mijn god! Ik hoorde je keihard gillen. Ja, ik schrok heel erg. Ik wist niet waar ik in kwam. Oh mijn god. Dat is echt leuk. Dat moet je doen. Dat is echt leuk. Ik film jou. Ben jij nu? Ga jij nu, ja! Ja! Oh, mijn polsen! Meer gewoon mijn hele mond en neus vol met water. Gewoon. Was hij heftig? Ja. Ja, hij stuk erboven. En dan loopt hij in één keer loopt hij helemaal vol met water. Echt 2000 liter of zo. En dan hoor je zo. Tadam, tadam, ton, 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 ton. En dan bam! En dan knal je naar beneden. Hij lult. Nu gaat Timo. Ik dacht dat ik goed was in overdrijven, maar Daniel is veel beter in overdrijven. 2000 liter. Oké, okay, daar komt Timo. Holy shit. What the fuck. Oh, dat is eng. Oh, hij gaat echt heel snel. Is hij leuk? Let's go. Ja, hij gaat echt hard. Ik ga nu naar boven. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er super veel zin in en ik heb een beetje spanning. Pas op als Lars gaat, want hij is een zwaarste, dus al dat water denkt moe. Ja, inderdaad. Pas op voor de camera. Ja, is goed. Hij staat, hij staat. Ja, daar gaat hij. Wow! Oh, je zak. Ja, zijn zak ook. Hij is ook, oude zak. Ja, ik kan geen kinderen meer krijgen. Ik ben zo benieuwd naar de Extreme, echt zo benieuwd. Oh my god. Heb je er zin in? Ik vind deze wel een beetje spannend. Ja, deze lijkt me ook eng hoor. Ja. Ben jij er al geweest? Nee, ik ga naar jou. Kom vast goed. Veel plezier. Oh, vreselijk. Doei. Oh mijn god, dit is wel sick hoor. Op start! Oh my god. Oh my god. Hey, dit is wel echt sick hoor. Dit is wel echt heel sick. Even wachten totdat deze op groen gaat. 1, 2, ding. Ja, nice. Oké, okay, daar ga ik. Moet ik hierin staan? Oh my god. Deurtje dicht. Dit vind ik echt heel eng. Ik vind hem echt heel eng.
Oh mijn god, ik ga op start drukken. Oh jee, oh super. Wow, waar is je camera? What the fuck? Oh joh! Heftig, hey, hè? Ik ben helemaal gereinigd. Yep. Zo, 2000 liter. Je hoort zo. Doodum, doodum. Ja, hè? Ik zei het toch? Nou, hij is echt heel sick. Hij is super spannend. Ik moet wel zeggen, je maakt jezelf veel spannender in je hoofd en enger, banger in je hoofd dan dat hij uiteindelijk is. Maar wel een tip, als je daar staat. Deus even dicht. Had je genoeg zuurstof en dat het water er niet was? Ja, ik had genoeg zuurstof, ja zeker. Oké. Okay. Tuurlijk, het is echt wel veilig genoeg hoor. Gaan we nu die aan de andere kant, heb je ook zo'n soort van vrije val. Gaan we die nu doen? Ja, die is ook leuk. De Pelikaan. De Pelikaan. Nee, de Pelikaan. De Pelikaan. Oké, we gaan meteen door naar de volgende glijbaan. En die zit aan de andere kant. Dat is ook iets van een vrije val. Hij is heel kort en krachtig. Hij lijkt heel erg op deze. Maar ik heb geen idee hoe die heet, dus we gaan even kijken. De Pelikaan is het, de Pelikaan. Je maakt een pelikaanduik. Echt? Ja. Ze heet het zo echt? Ja, je valt zo 3 meter op je kijk. Pelikaanduik. Bam! Bam! Oh, dat vind ik leuk. Dat als het bam! Eigenlijk is het ook zo. Pakaan! Zo'n pelikaan naar doe jij dat geluid? Ja hoor. Oké. Okay. Helaas, Daniel is net te klein. Oh nee! Oh. Maar ik ga lekker toch! Hey, deze is 1,20 dames en heren. En die extreme die we net hebben gedaan, die is voor 1,50 of hoger. Dat is de minimale lengte die je moet hebben. Kom op, Don! Heb nog... Hé! Hé, wil je filmen? Ja, denk jij wat ik denk? Bommetje! Ik denk dat het heel moeilijk is wel, omdat je pas op het laatste moment valt. Ik denk niet dat het moeilijk is. Ik denk dat je hier een ziek bommetje kan doen. Ja? Ja, dat denk ik echt. Komt-ie! Ik denk dat ik nu ga. Ja? Even een bommetje. Ik ga een heel groot bommetje doen. Ja, doe eens goed. Myron, bommetje! Die was ziek, jongen. Het water komt serieus hoger dan hier. Hé, hey, Enzo! Je kwam bijna tot aan het dak. Ja. Bijna tot aan het dak. Wat was de truc? De truc is gewoon meteen in bommetjeshouding gaan als je hier al bent. Dat is de truc. Jij deed al gelijk zo. Ja. Dames en heren, Daniel voor de pelikaanduik. De pelikaanduik bommetje. Nou, dat was wel een redelijk bommetje hoor. Ja, zo lekker deze. Ga je bommetje doen? Hey, eet zo hè, zo. Ja. Ik moet nu gewoon gaan zitten en dan nog gelijk in de bommetjeshouding. Nu al je knie naar je toe trekken. Francis gaat voor de eerste keer bommetje doen. Ben je klaar voor? Ja, geef hem maar een set. Nee, dat gaat niet. Hé, dat was niet zo'n goed bommetje. Nee, helaas. Wat moet ik, een dubbel geklapte of een echte? Een echte. Een echte, echte. Kappa, kappa! Are you ready? Wow! En dit was best wel weer nice. Als je het water raakt, dan moet je naar achter gaan. Want dan krijg je zo'n plop effect. Heel weinig hoor. Echt zo'n stukje van dat. Ja, tot hier! Nu jij, kan ja. Ja! Kom op! Gaat ie goed? Gaat ie goed? Je hebt pijn in je billen? Ja! Dat was... Ik heb het nog nooit gedaan, dat is zo leuk.
Kom op, Daniel! Hij blijft maar even onderhouden. Ben je dat pijn? Ben je dat pijn? Nee. Nee? Nee, dan lieg je. Je moet pijn hebben gedaan. Ja. Kijk hoe rood het is. Kom op, Marvin! Plat op je gat, net als Francis! Die was echt heel ziek. Nee, maar ik zie het niet op mijn armen. Wow! Wat? Wat? Dat was een goeie! Wow, dat was echt een goeie bom! Oh mijn god, ik ben helemaal nat geworden. Wow. Dames en heren, wat hebben we hier? We hebben de Blitz en de Flits. En daar gaan we gebruik van maken. En volgens Tiki Badkenner Dons zijn deze twee helemaal gek. Deze zijn, is gewoon een potlood naar beneden. Een potlood naar beneden? Er is geen, je voeten is glijbaan onder je. Dat is gewoon lucht. Er is gewoon echt hard. Er zijn twee dames die niet durven, die blijven beneden. De rest gaat hem allemaal doen. Respect. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, hier zie je het ook. De Flits Turbo. De Blitz. Hey, is Turbo, hè? Turbo op de Turbo. Turbo, Turbo. Moet je even naar beneden kijken. Ja, gewoon... Oh my god. Maar je hebt daar ook gewoon een deel waar je gewoon doorheen kan kijken. Daar ga je overheen. Wauw. Hey, deze wordt wel heftig. Turbo op de Turbo. Deze wordt heftig. Wow, sick. What? What the fuck? Ja, ik ben heel matig. Hey, niet gillen, hè, Lars. Nee, ga jij als eerst? Ja. Kom op. Lekker mees! Hey, pas op dat je niet geflitst wordt, hè? Nee, ik ben een beetje bang. Ik ben niet gaan! Oh, die zegt! En zijn leven ging in een flits voorbij. Zal ik naar beneden gaan? Ik zie je beneden! Tot zo! Doei! Shit! Auto! Auto! Uh-oh. Hij staat al op groen, maar ze is net geweest. John, jij bent in mijn lok, toch? Oh, John, stop maar even. Je moet weer uit. Mam, als je dit kijkt... Waarom maak je je lichaam nat? Ja, dat is voor de extra glijing. Mam, ik hou van je. Nee, niet doen. Oh, nee, nee, nee. En we wachten totdat hij op groen gaat. Oh shit, oh shit. Ik wou al. Ja! Huh? Hoe kan jij zo langzaam gaan? Doe, wat is er gebeurd? Mijn ooglid ging dubbel. Hoe kan dat? Mijn ooglid ging... Deze is nu gaat... Oh. Huh, maar ik kom er veel harder uit dan jij. Ja, maar ik ging nog een beetje een soort van rusten. Oh. Oh, maar dit is niet goed, hoor. Nee, dat is niet normaal. Oei, joh, oei, joh. Hey, is die vet? Fucking nice, ja. Ja? Maar ik ging ze, zeg maar, je gaat stel naar beneden, dan ga je bocht in. Ik gleed in die bocht, niet op waterstroken, nee, ik gleed er gewoon naast. Helemaal zo. Wat zeg je dan nou? Oh, we hebben het ook. Hier, maak je ervan. Ja, maak me even nat. Ik snap het niet. Ja, maar maak je even nat. Ja. Ik snapte dat ook niet bij Don. Nee, nu wel. Ja, is goed, is goed. Je hoort hem gewoon schreeuwen en praten. Goed nat, hè? Lars, je wordt eerst even gedoopt. Kom maar, mijn kind. Nee, je kan, Lars. Je kan. We proberen Milan meteen over te halen om de flits te doen. Je gaat rechts naar beneden en dan ga je botten. Deze moest je doen. Gast, dat is keihard. Zie je, dat gaat heel goed. Iedereen respect voor je. Iedereen is zijn kom op, bro. Let's go. Hey.
Je moet gewoon zo vasthouden. Mees heeft hem net al gedaan. Hey, ben je nou knoller gang of ben je nou knoller? Ik moet zo zitten. Ja. Moet wel je rug even nat maken en je nek. Ja, dat is, iets van Don wat hij doet. Hij maakt zichzelf eerst helemaal nat. Ja, je weet. Ja, het is groen. Hij is groen, je moet. Groen. Groen. Oh. Relax. Hey, maar bro, dit kan jij. Ik heb hem nog niet gedaan, maar jij kan dit. Ik ook al mee. Hoezo heb jij nog niet gedaan? Ik ben aan het filmen. Als dit de laatste keer is, dan check nog een gang. Oh! Dan gaan we! Geen stoppen meer aan. Hey, hij heeft het wel gedaan hoor, respect. Als dat geen blauw duimpje omhoog verdient, weet ik het ook niet meer. Dat was alleen de laatste keer dat we Milan zagen. Ja. Hey, Boas is zo'n stoere dude die ook nog zichzelf naar voren trekt, weet je wel. Durf jij hem ook? Ja, ik ook. Oh, Seth Francis gaat ook. Oh, dit wordt nice. Ja, daar gaan we. Go. Oh my god. Ik vind het echt heel sick dat iedereen is geweest. Nu moet ik nog. Oké, dames en heren. Ik moet wachten op groen en dan ga ik. Ik doe dit voor jullie, ik vind het echt spannend. Ik heb alleen niks gezien van de glijbaan. Nee? Nee, ik heb alleen maar zo. Alleen die streven. Oh ja. Ja. Zo sick. Maar het is echt vet dat je op het beginstukje een soort glazen buis hebt waar je kan kijken. Klopt. Heel vet. Hij was zo sick, hè? Serieus? De flits vond ik zo ontzettend gruwelijk. En nu gaan we de blitz doen. Want hey, deze dagen zijn we best wel de blitz. En ik ben heel erg benieuwd hoe die is. Is flits enger of is blitz enger? We gaan er straks achter komen, ik ben benieuwd. Hey Lars, heb jij deze net al gedaan? Ja. Welke kant gaat hij op? Rechts. Die gaat alleen maar zo. Jawel, jawel. Gaat best wel chill. Ja? Ja. Nou, succes hè? Hey, dankjewel hè. Ja. Ja. Doei doei! Doei! En hij is weg. Hij is gone. Hi. Forever. Gone forever. Holy shit! Hey Lars, die zei dat deze wel chill was, maar what the fuck? Wee yo! Wee yo! Wow! Jongetje, heb je nog laatste wensen? Ik heb wel zin in een broodje straks. Oké. Doei! Doei! Oh my god! Wee yo! Je ging zo ver! Ja, ik ging net over die heel ver. Iedereen stopte. Ja, ik stopte ook al daar, maar jij gaat helemaal tot hier. Ik denk dat het komt door mijn broekje. Ga je heel veel harder? Ik ga echt hard. Ik doe het soms zeer omdat ik op het niet natte gedeelte van de glijbaan glijd. Zo hard ga je? Ja. Dus ik ga helemaal scheef in die bocht en dan is het zo... Oké, ga jij nu? Ja. Oh, goed je hoofd vasthouden, hè? Ja, ik was daar net al bang voor bij die. Gewoon twee handen achter je hoofd en een klein beetje je buik aanspannen. Ben je klaar voor? Drie, twee, ei, jaboen! Ja.
Ik heb elke keer zulke beloofde landingen. Elke keer als Friends beneden komt, dan heeft ze geen idee waar het is. Dat heb ik ook een beetje. Hoe vet was die? Vet. Echt een 11 op een schaal van 10. Sick, hè? Ja, ik heb weer allemaal water in mijn mond. Elke keer, ik doe mijn mond open. Ah, en dan zo. Elke keer, als Daniel de glijbaan uitkomt, dan is er eerst zo'n straaltje van water uit zijn mond. Oké, welke we nu gaan doen is de blauwe haai. Dat is deze. Die is medium. Dus we gaan ietsjes rustiger. Dat is deze. En de groene barracuda. Groene barracuda. Is dat ook een vis, Daniel? Barracuda. Ja. En deze is ook medium, zoals jullie zien. Daniel en ik gaan tegelijk. En we gaan kijken wie er gaat winnen van het wedstrijdje. We hebben allebei een camera bij ons. Daarna gaan de dames. Jullie gaan ook een wedstrijdje doen. Ja. En dan gaan Daniel en ik filmen wie er als eerste van de dames beneden is. Ik ben heel benieuwd. Oké, dames en heren. Als hij groen is, dan mogen we gaan. Kom op, Daniel! Oké! Doet! Doet! Hij is nog rood! Hey, Daniel heeft ook een rode zwembroek aan! Dat met bij het lampje! Wow! Wie was hier eerder? Hij? Ja! Yes! Oh, shit! Maar dan moet ik eigenlijk nog straks andersom. Want misschien is die gewoon sneller. Ja, oh, Daniel was net even wat eerder. Shit! Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Als ik straks van de groene ga en Daniel van de blauwe. Of ik dan sneller ben met de groene. Want dat zegt misschien wat over de groene. Maar ja, nu gaan de dames. Ik ben heel erg benieuwd wie van de twee het snelst is. We gaan weer. Ik ga de groene. De barracuda. En de blauwe haai voor jou. De blauwe haai. Maar ik voel me ook een beetje als een haai. Ik ga er zo vanaf. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Man, ik doe mijn haar nog even snel. Ben je klaar voor? Ja. Hij gaat zo groen, hè? Jullie reactiesnelheid was echt fast net. Holy shit. Let op. Ja. Oh, wij hebben toch gelijk. Ja. Waar ligt het? Staatswedstrijd zo. Ja. Dat betekent dus, dames en heren, dat de groene wel degelijk korter is, omdat je gewoon sneller bent. Althans, laten we even kijken bij de dames of de groene weer het snelst is. Dan weten we het zeker. Oh ja. En daar is Francis. Ja, dat is echt een groot verschil. Ja. De groene is sneller. Of wel korter. Maar hij voelt ook sneller. Ik ging veel harder daar dan daar. Ik ging daar zo hoog in de bocht, dat was niet normaal. Ik klapte ik bijna om. Ja. Ja, ik was bijna dood in de groene. Ja! Vind je het leuk? Nee. Maar ik ga wel wat voor, denk ik. We gaan echt vallen, dat is goed. Okay. Hey, zin in man. Laten we vallen. Hey, dit belooft veel, hè? Durf mij niet. Ik denk dat wij het gewoon doen. Kan die? Ja. 3, 2, 1. Go!
hebben echt geluk gehad. Dit was echt heel erg ziek. De laatste trechter waar we in kwamen, gingen we in één keer de andere kant op. Huh? Hij was heel vet. Ja, inderdaad. Als we dat bij de eerste hadden, waren we echt de lul. Ja. Maar dit was superleuk. Oké, wat er nu gaat gebeuren is het volgende. Milan die is nog geen één keer in deze mega trechter geweest. En ja, ik denk dat dit wel mijn favoriet is. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Deze blijft zo waanzinnig vet. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet vanaf hier. Oh, ik moet gaan! Oh. Je gaat zo ontzettend hard. Dat is echt niet normaal. Oh my god, dat was zo vet. Milan die was in ieder geval heel hard aan het gillen. Wow! Lekker Milan, wajo! Wajo, daar is Don. Hey, lekker Don. Ik heb nog een paar rondjes. Wat dat hoor? Oh nee. Hij blijft maar staan. Het is zo vet dat als je eruit komt, dat je gewoon nog iets van 3 of 4 rondjes maakt. Dat is echt super vet. Wow! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oei joh! Myron gaat zo hard! Oh. Oei joh! Myron gaat zo hard. Wauw. Niet normaal vet. Oh my god. Myron die maakte 5 rondjes bijna. Gaat het? Sommigen die vallen achterover erin. Oh wow. En die kikker maar blijven lachen. Hè. Die kikker blijft maar vrolijk. Je zou denken, omdat Lars de zwaarste is, dat hij veel meer rondjes maakt. Maar dat klopt dus niet. Myron die maakt echt by far de meeste snelheid en rondjes. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook iets te maken heeft met de dikke billen van Myron. Ik weet het niet zeker. Yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Gaat ie! Oh. Oh my god! Gaat ie? Hoe vond je hem? Ja, het was echt heel hard. Ja? Ja, maar je gaat naar beneden. En jullie hadden natuurlijk niet gezegd hoe stijl die is. Dus hij gaat echt keihard. Dus ik dacht eerst van, oh lekker. Oh nee. Oh wow. Oh no. En toen ineens kom je in een open ruimte. En dan denk je echt, wat gebeurt hier? Oh mijn god, ik draai. Maar waar ga ik heen? En dan ga je echt hard hoor. Dan ga je echt hard. Maar weet je wie het snelst gaat? Het hardst? En de meeste rondjes maakt van allemaal? Nou. Myron. Ja? Ja, jij maakte bijna 5 rondjes. Wow. Ja, en niet normaal. Ik was wel aan het ahoeren, want ik ging zo. Ja, dat was gewoon, als je dat niet had gedaan, had je 5 rondjes gemaakt. Sick. Ja, bizar. En ik stootte weer bijna mijn hoofd, net als Daniel. Dat had ik de eerste keer. Ja, je moet heel goed je handen zo houden om jezelf een beetje in te dekken. Want je gaat zo hard, dat is niet normaal. Nee. Ik ga nu deze camera op mijn hoofd doen en dan ga ik ook nog een keer. En dan gaat Daniel mij filmen als ik daar sta. Als ik daar ga. Weet je wat het zieke is? Je stoot je hoofd pas als je een heel rondje bent geweest. Ja. Ga zo hard. Je wordt weer helemaal naar boven geslingerd door de centrifugale kracht. En dan kom je met je hoofd zo.
tegen die rand aan. En dan heb je 2000 liter in die bak. Zo, wat? En dan hoor je tuurdum, tuurdum. Oké, ga jij nu? Ja, ik ga nu. Milan, die gaat nu de Typhoon nemen. Dat is deze. Die heeft ook weer turbo. En ja, ik ga weer in een mega trechter. Hoeveel rondjes denk jij dat Enzo gaat draaien? 8. 8? Ik denk 5. Oké. Okay. Jij hebt al heel veel vertrouwen. Ja, maar hij is snel, hè? Ja. Lang en dun en snel. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Nou, 5? 5, ja. Ja, 5. Lekker man! Toepie! Lekker man! Milan, die gaat nu van deze, van die hele snelle die wij aan het begin al gedaan hebben. En dan kun je hem straks hier zo door de glijbaan zien komen. Ik ben heel benieuwd hoe hij deze gaat vinden. Wow! Ik was niet snel genoeg, ik was ziek! Holy shit! Oh mijn god. Ik zit overal of niet? Oh, het zit helemaal in mijn schedel. Ja joh. Oh, dit was echt niet normaal. Dit ging echt hard, hè? Je denkt eerst, oh dit is chill, en daarna... Gaat dit zo hard. Oh mijn god. Vond je het vet? Ja, ik heb meer water in mijn schedel dan ooit tevoren. Ik dacht dat ik al was geboren met water in mijn schedel. Ik woon zo volgen met de camera en ging echt zo... Oh, hij was al voorbij. Het was echt niet normaal. Maar weet je wat het ziek is? Nee. Als het goed is heb ik jou net verslagen met de rondjes. Ja? Als het goed is heb ik 5 rondjes gemaakt. Ja, 5 maar dan ga ik straks nog een keer en dan niet ouwehoeren. Nee, maar het laatste maakte ik mezelf ook helemaal klein. Sick. Ja, was echt geniaal. Ik zag dat bij jou, ik dacht ga ik ook doen. Ja, dat is leuk hè. Voelt lekker, want je gaat ook nog zo rond dan. Het is echt superleuk. En als het goed is hebben we hier nu eten klaarstaan. En holy shit. Yannick, ik wist dat het vet was, maar zo vet. Niet zo vet. Het is niet normaal. Ik heb je niet teleurgesteld, toch? Nee, zeker niet. Zeker niet. Allebei niet. Mooi. Echt top. Mooi. Echt top. Yes, en ik heb straks nog een kleine verrassing voor jullie. We hebben een hele leuke verrassing voor jullie. Ja? Ik weet niet of je hem nu al wil dat ik het vertel. Nee, ik heb hem nu. Ik kan niet meer verrassingen. Nee. Dan hou ik het geheim als je er niet tegen kan. Oké, we gaan eerst even lekker smikkelen. Ja. En dan straks blijkbaar een verrassing. En je hoort het misschien aan mijn stem. Het slaat af en toe een beetje over, want ik ben zo hard aan het schreeuwen en aan het gillen. Dat het waarschijnlijk wel anders is met mijn stem morgen. Dat het gewoon zo schor is van het schreeuwen en het gek doen. Maar, oh, dit is zo gruwelijk. Nee, we hebben sinds vorig jaar een gloednieuw buitenbad. Met wat leuke glijbanen en ook onder andere de grootste tipping bucket van Nederland. 1700 liter water wat in één keer over je heen komt vallen. Dat is bijna 2000 liter! 2000 liter omhoog! Ja, dat kan je zo ervaren. Nee, die heb ik net helemaal laten controleren voor jullie. Dus jullie kunnen er straks gebruik van maken. Dus yes! Jullie zijn niet de eerste voor buitenbad, maar ja... Jawel, we zijn de eerste. Zijn we de eerste? Ja, we zijn de eerste. We zijn de eerste! Oké, maar dan gaan we straks naar het buitenbad en eerst even lekker smikkelen. En dan is het ook nog een uitdaging om het eten allemaal binnen te houden, maar we gaan ons best doen. Oké, we gaan nu naar beneden en dan gaan we via hier gaan we naar buiten. En dan gaan we even een paar glijbanen buiten nemen. Het zonnetje schijnt, dus dat is perfect. Ik jou de eer geven om het buitenbad aan te zetten. Oh, mag dat? Jazeker. Hé, ik mag gewoon op het knopje drukken zodat het bad aangaat. Is dat niet even kicken? 3, 2, 1... En in één keer woep! Het helaas wel iets eventjes wat langer voordat hij kijk maar. Oké, dan moeten we nu heel even wachten. Ik heb op de groene knop gedrukt. Kijk, alles gaat aan. Ziek hè? Ja, ziek. Maar weet je hoeveel liter daarin gaat? 2000 liter. 2000. Dat zijn 4000 flesjes van een halve liter water. Zo, hey, wat er gebeurt als je dit opklikt? Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Niet doen. Ik heb daar net op geklikt, nu is alles aan. Oh, nu gaat hij weer uit. Nu gaat hij weer uit. Niet? Jawel. Je mag daar niet zomaar op drukken, ben je gek of zo? Welke ga jij als eerst doen? Ja, de grootste natuurlijk. Ja, is goed, ik ga met je mee. Ah, dit water is koud! Oh, dit water is echt koud. Oh, dit is echt heel koud. Oké, wat hebben we hier? Oh mijn god, als deze aangaat, hè, dat zou echt sick zijn. Hoe werkt dit? Oh, hier moet ik hier aan draaien of zo? Myron! Myron, kom daar staan! Blijf daar maar staan!
Hey Timo, let's go! Ik duw je wel. Oh, yo, what the fuck! Timo, waar komt hij uit? Hier? Oh, daar is Timo! Het is heel koud, denk ik. Ja, dat is echt heel koud. Oké, daar ga ik! Dan je denkt. Ja? Ja, deze is echt vetter dan je denkt, serieus. Oei, joh, ja, hij heeft lampjes. Best wel vet, hè? Als je glijbanen leuk vindt, maar je houdt niet van de hele erge snelheid, dan is dit buiten wel echt top. Ja! Ja! Ja, deze! Oh. Wow. 2000 liter water. Al bijna 2000 liter. 1700 om precies te zijn. Hoor je dat ook zo? Hey, dat was wel vet. Dat was wel echt heel vet. Dat was bijna. Nee. En nu Daniel. Ik ga nu de blauwe glijbaan nemen. Ze zijn best nog wel leuk deze. Ja, we moeten natuurlijk wel alle glijbanen hebben gehad. Oké, daar gaan we. Water, dit is een verwarmd zwembad. Gast, die had je moeten eindigen met een bommetje, die was perfect. Ik heb geen idee wat ik deed. Gast, zo. Maar er zijn nog twee glijbanen die we nog niet hebben gehad. En die zijn daar verderop, dus daar gaan we nu heen. Weet je wat zeg maar een beetje de truc is? Om je rug hol te maken, waardoor alleen de bovenkant van je rug en je voeten de glijbaan raken en niet je zwembroek, dat remt af. Hé, hey, slimmie. Kapot is hij, kapot! Ja, we moeten zo'n vertrappen gewoon. Nog bleek je nu, hè? 3, 5! Oh, nee, zet, zet mij. Ik weet niet, ik tel er zelf niet.
Het laatste moment ging ik als een kikker door die trechter heen, de hele tijd als een kikker. Dat was echt geniaal, dat was echt super lachen. En weet je wat er nu gaat gebeuren? Kim die gaat! Kom op, Kim! Ja, maar weet je, ik heb er niet op hersenen. Kom maar. Kom op, Kim. Zo kan het. Jawel, kom op, waar is het nu? Vriend, wacht beneden. Dit is een zo leuk. Mijn neefje van 4 doet dit. Hij is 4. Hij is 4. Hij is zoon. Hé, je zo'n neefje van 4 zo? Ik heb deze neefje. Ja, kom op, Kim. Ja, ik kan dit. Ja! Oh shit, oh shit. Ze heeft het wel gedaan. Het is net gedaan. Ja. Dames en heren, ik ga nog een keer van de trechter. Dames en heren, we gaan nog een keer de extreme doen. Dat is dat je in een cabine moet staan. En het leuke is dat als ik hem nu ga doen, dan gaat Milan na mij. Laat me Johan als eerst gaan. Wil je als eerst? Nee. Ja. Oké, dan ga ik als eerst. Maar moet je wel gaan, hè? Ja, tuurlijk. Okay. Claustrofobie. Later! Doei! We hebben in de stoomcabine. Oh my god, dat durf ik echt niet. Jawel. Je moet. Oh, doe maar. Oh, ja, dat is heel eng. Je wordt geflushed. Je wordt geflushed. Ja. Doe maar. Je wordt geflushed. Doe jij eens. Echt? Ja. Okay, jij zou naar Enzo gaan. Ja, jij zou naar Enzo gaan. Ja, nee, maar ik vind het echt heel eng. Oké, doe jij maar dat dan. Oké. Ja, dat is wel stoppen. Gaat hij het doen? Gaat hij het doen? Oh mijn god, Milan gaat het doen! Oh mijn god! Oh, dat was Daniel! Hey Milan, kom op! Ik durf het niet! Ja, kom op bro, kom op! Maar Milan! Er is geen water die in die cabine komt! Je gaat door water heen! Duurt maar 1 seconde! Oké, ik ga beneden staan en ga ik wachten op Milan. Ik hoop zo dat hij het doet. Ja, Milan gaat, de deur gaat open. Ja, Milan gaat er vanaf! Nee, ja, nee, ja. Oh, ik was schreeuwen! Dat was vet, hè? Ja, dat was echt vet. Oké, dat was echt wel vet. Woo! Oh my god. Je denkt eerst van... Het is zo klein en je bent zo bang. Oh wacht, ik moet er even uit. Maar als op een gegeven moment dat ding gaat en je houdt het gewoon goed vast, dan lukt het wel. Maar ik vind het echt eng. Ja. Ik vind het echt eng. Ik had dat ook op het begin dacht ik doe dit wel. Maar toen ik eenmaal erin stond, dacht ik, oh, dit is best wel een claustrofobisch gevoel. Ja. En best wel benauwd. Maar het scheelt dat het niet, de cabine zelf loopt niet vol met water. Nee. En dat scheelt heel veel. Je gaat door een plas met water heen. En ik had mijn ogen dicht. Waardoor ik niet wist wanneer dat luik open ging. En dat was heel dom. Oh. Gaat ie goed? Oh, mijn hele neus zit vol met water, joh. Ja. Je wordt echt compleet gereinigd met deze, maar dat is juist lekker. Kom op, Myron! Yay! Yeah.
Doei doei! Doei! Zo vet, dit is zo vet. Ah, het is echt zo geniaal. Gruwelijk vet. Ik dacht dat je dit alleen maar in het buitenland had namelijk. Tiki Bad is voor alle leeftijden. Hij hoort me niet, nee. Myron ook niet. En nu dan? Tiki Bad is voor alle leeftijden. Ja? Ja? Ja. Dat blast jij ook altijd, dat weet ik zeker. Deze wil ik nog een keer. Oh, holy moly. Zo, die was groot. Ik kon water in mijn ogen. Wow. Goed, hè? Ja, was echt leuk. En zo bommetje. Dat was zo hoog! Hoi hoi! Hij was ondertussen aan het bellen en in de tussentijd was hij met dat waterpistool aan het schieten. In ieder geval, we zeggen gedag tegen de Tiki Bad hier. Het was gruwelijk, het was super vet. Boas, ja. Wij houden die sokjes gewoon aan, hè? Ja. Ik zie het nu ook pas dat iedereen ze uit heeft, behalve wij. Wil je nog een paar hebben voor thuis? Ja, dat is wel nice. Ja, ja. Laat gewoon mijn schoenen schoon. Stofzuigen, heb dan gewoon en zo altijd die schoentjes aan laten doen. Dan hoef je nooit stof te zuigen. Gestofzuigd. Ja, yeah, dat is ook lastig. In ieder geval zijn we via de achteruitgang eruit gegaan. Het was echt chaos, het was best wel druk. Maar we hebben het overleefd. Ik heb nog een beetje last van mijn ogen, van het chloorweer in het water. Maar dat heb ik altijd bij een zwembad. Altijd. Maar geen probleem. Ik heb super veel zin in het avondeten wat Myron heeft gemaakt. Want misschien kunnen jullie nog wel herinneren van een paar vlogs geleden dat ik bij mama was. En dat ze pasta die mama aan het maken was. Helaas gingen we niet mee eten. We gingen uit eten. Sushi was ook lekker. Maar wat hebben we hier? Pasta die mama. Althans, dit is het recept van mama. Dus vandaar pasta die mama, maar dan met een vleugje liefde van Myron erbij. En daar hebben wij weer heel erg veel geluk mee, bro. Het is heel erg lekker. Ja, dit is echt super lekker. Dus ik pak snel mijn mes en vork. En dan ga ik lekker smikkelen van wat pasta. En Malino, waar ben jij? Yo, Malino. Yo, hey. Yo. Hey, hallo. Ga zitten, jongen. Goed zo. Hey, ben je een lieverd? Ben je een lieverd? Zo. Nou, gaan we even... lekker hapje nemen, even een review geven, even een artichok erbij, een beetje salami blok. Mmm, goeie. Hele goeie. Nom 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 nom. We hebben lekker gegeten en Myron en ik die gaan er straks vandoor naar Assen alweer. Maar dan gaan we echt iets heel erg leuks doen. Maar voordat we gaan wil ik eerst even laten zien wat voor auto Milan deze keer heeft die hij ook mee gaat nemen op vakantie. 1200 kilometer. Ik heb het vanochtend ook al gezegd. Het wordt echt een hele mooie reis. En Milan dacht, ik ga gewoon een vette auto regelen. En Milan die heeft een Volkswagen in Knolpower rood. Airline Edition. Nee, niet Airline. Geen Airline Edition? Een Air. Een Air Edition. Ja. Waar staat die Air voor? Race of zo? Is van Radioactive. Ja. Radioactive, Radioactive. Ik weet de tekst niet meer, maar zing gewoon mee. Oh, sick. Nee, Air is het meest uitgebreide, exclusieve, met de apotropische fiets, uitlaat, alles erop en eraan. Sick. En ja, Airline... Hoe zeg je die uitlaat? Nee, even wachten. Airline is zeg maar alleen met de coole
uitwendige uitstraling. Dingen. Uitstraling. Ja. Het uiterlijk. Ja, dus ik heb de ziekste van de ziekste T-Rox die er is. Echt heel vet. Ja, het is een Volkswagen T-Rox, zoals jullie hier zien. Alleen, ja, hoe noem je die uitlaat die eronder zit? Apropofiets. Ik kan dat echt niet. Acropofiets. Oh, bijna! Apropofiets. Nee, je zegt... Aprokofiets. Hoe jij het zegt, zeggen sommige mensen dat. Akrapovic. Je kan zeggen Akrapovic. Akrapovic. Of Akrapovic. Akrapovic. Het zijn twee verschillende manieren hoe mensen het zeggen. Ik moet het onthouden, want er zit fiets in. Akrapovic. Akrapovic. Ik zeg nu Akrapovic. Dat zeg ik volgens mij altijd. Akrapovic. Ja, volgens mij zeg ik dat altijd. Pak de auto, pak ik de Akrapovic. Nou, we starten hem even dan. Ja, maar dat is een uitlaat van een man die uit Rusland komt en die echt een hele zieke uitlaten maakt. Akrapovic? Ja, wist je dat? Nee, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat wist ik dus wel. Oh, shit. Ja, dat weet ik dan weer. Kijk, ik weet de feiten, jij weet de naam. Ja. Maar nee, dat is echt een man en die heeft dus speciaal een eigen uitlaat. En daar is hij bekend door geworden, door deze uitlaat, omdat hij zo knetteren. Vet. Dat is zijn ding. Maar hij is nu koud, hè, dus... Ja, nou, dan gaan we even laten horen aan jullie hoe het koud klinkt. Voor een koude start en voor zeg maar een Volkswagen is het echt niet verkeerd. Ja, dat is precies wat ik ook had. Zo van, ja, maar Volkswagen kan dat helemaal niet. En dan komt dit. Maar er zijn ook Golf GTI's met zo'n uitlaatsysteem. Ja. Het is echt heel vet. Maar ja, weet je, dan denk je het past niet bij Volkswagen. Je zou meer verwachten bij Audi of zo, weet je wel. Maar, ja, ik weet niet. Vaak wordt het natuurlijk gezien dat bijvoorbeeld auto's geluid hebben. Die echt supercar zijn of zo, zoals Ferrari of Lamborghini of wat dan ook. Of wat daar voorbij komt rijden, dat is gewoon een Ferrari. Wow! Gewoon het moment dat ik zeg... Ferrari komt er gewoon een Ferrari langs rijden. Wat de hel? Dat was echt ziektevallig, dat was echt bizar. Maar nee, dat is helemaal niet zo. Wat Milan zegt, je hebt ook Golf GTI'tjes en andere auto's waarvan je het soms niet verwacht, die hebben echt ziek geluid. Je hebt echt een zieke uitlaatsysteem eronder, een Akrapovic of een Capristo of wat dan ook. Oké, zullen wij even rijden? Ja, is goed. Ja, moet jij rijden? Mag dat? Nee. Ik vertrouw het niet. Het mag wel, maar ik vertrouw het alleen niet. Oh nee, maar dat komt wel goed, dat komt goed. Ja, ja, ja. Let's go. Ja. Ik heb net pindakaas gegeten, let's go. Ja, ik sta hier gewoon te wachten, ik wil gewoon rijden dan. Ga jij mee of? Ja, ik kom aan de andere kant. Je hebt twee deuren. Oh, vier mee. Zelfs. Ik dacht, je komt over me heen. Oh ja, dat kan ook. Ja, dat. Nou ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Nou, top. Nice. Oké, beter. Ben ik heel lenig of is de auto heel groot? Ja, de auto is even wel redelijk wat ruimte. Zeker, zeker. Nee. Even grote gordel omdoen. Heb je dat wel eens dat je een woord gebruikt? Dat je denkt van waarom gebruik ik dat? En dan gewoon een grote gordel zeggen. Ik zei grote. Ja, wacht, het stuur weg. Hoeveel heb je op? Nee, nee. Dit nee, kan echt niet. Nee, één cappuccino maar. Ja, met avocado erin. Hoe noem je dat? Advocaat. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met mijn nieuwe microfoon klinkt. Dat heb ik nog nooit gedaan. Het gaat omhoog, hè, die stang. Ja, dat is top, toch? Even dit over. Het heeft dus ook een dakraam. Het is voor de stank van Enzo. Oké, kunnen we eerst ik wil fietsen opzetten? Nee. Ik wil Akrapovicen. Ik wil Akrapovicen. Ja. Hoe zet je hem op racestand? Wat? Je bent net begonnen. Ja. Hier heb je modus. Oh, nice. De sneeuw. Kijk, dat is wat sneeuw. Ja, maar we hebben geen sneeuw hier nu. We hebben nu race. Het hele jaar zo geen sneeuw gehad. We hebben off-road of off-road in de Veluwe. Maar je moet gewoon deze pakken. Gewoon nee. Race. Nice. Nice. Fietser. Heel goed. Hé, dat is een fiets zonder de AK. Even kijken. Woe, let's go. Oeh, hij is gevoelig, hè? Oh, hij popt een beetje. Ja, hij popt nu al. Stop eens even. Kom maar. Kom maar hoor, mevrouw. Kom maar. Stop even, Enzo. Stop, oh. Rem. Ik deed gewoon dit, hè. Ik wilde remmen voor jou. Je moet even dit doen. Dit is heel cool. Hier, ik heb het. Nee, kijk. Verhogingsmotor. Oh, sick. Er zijn heel veel G-krachten en merk. Oké. Oké. Nice. Dat boeit jou niks, nee. Hè? Ik vind die G-kracht wel vet. Gewoon gaan. Ja, dat vind ik ook wel vet. Dat heb ik ook als ik in een sport zet. Ik probeer altijd 5G. Ook... Nee, dat red je niet. Straaljager, hè? Die had wel 5G volgens mij. Ja, maar ik probeer 5G voor de verbinding, want ik wil altijd stom internet. Eigenlijk zijn straaljagers heel slecht. Ja? Nee, even kijken hoor. Ik haal wel eens 1.3G.
1.4 heb ik ook wel eens gehaald. Nou, gaan we kijken wat ik heb met die Jeep heb ik echt lijp geest gehaald. Ja? Die Jeep had 720 pk. Dat was gewoon niet normaal. Dat was gewoon een halve vliegtuig. Damn. Maar met mijn Lamborghini heb ik volgens mij wel 1.3, 1.4 gehad. Misschien nog wel hoger. 50 cent is de lijpste G. Ja, echt. De G-Unit. G-Unit. Wow, sick hoor. Sick, hé. Ja, echt vet hoor. Ja, echt wel vet. Ik hou gewoon van SUV's. Ik hou van SUV's. Ja, ik vind een SUV ook niet. Dus ik ben ook niet vies van SUV's. Ja, lekker. Echt je hoort leuk. Je hoort het goed hoor. Ja, echt wel leuk. Echt leuk. Echt leuk. Echt top. Jezus. Sick hoor. Maakt dit het geluid? Niet dat je nou ineens spuit met dit ding, hè? Dat is voor de corona people, you know? Voor de corona people. Ah, dat is zo vies. Yeah, man. Ah, bro! Bro, wat doe je? Wat doe je? Dat is zo vies. Ah, dat is echt heel vies. Het zit ook helemaal op de deur hier. Hier, wacht, ik heb een doekje. Ik weet niet waarom, maar hier is een hey, sick, dankjewel man. Ja man, even goed sturen. Bro. Ja, ik moet even die stuur schoonmaken. Zo, dat is goed. Het lijkt alsof we hulp nodig hebben, maar dat hebben we helemaal niet. Nou, dat heb ik altijd. Ja, dat is wel echt lekker hoor. Zullen we eens even stilstaan en dan even reffen, een beetje reffen? Ja, is goed. Ik dacht, dat red je niet. Niet doen! Kom. Je gaat die keihard achteruit rijden. Echt een kneus. Dat is toch jouw oprit? Nou. Hey, maar ga jij gassen? Dan ga ik even buiten filmen. Kijk, hier zie je ook Akrapovic staan. Hier zo. Het logo. Ja, het logo staat erop. Ja, wat denk je? Ga je spul verkopen zonder je naam erop? Er staat er gewoon een logo op. Nou, doe maar. Sick! Hè? Ja, dat is sick! Dat is echt een mooi geluid ook, hè? Wow! En je hoeft maar tot 3-4 toeren te gaan. Het is niet dat je helemaal hoeft te overdrijven. Kijk maar, tot 3-4. Is dat echt heel vet. Ja, is echt heel vet. Nog een keer! Ja, je verwacht het gewoon echt niet van deze auto. Nee. En dat is gewoon lachen. Je vakantieauto is goedgekeurd. 100%, daar kom ik mee wel door. Oh, de mensen wisten nog niet waar we heen gingen. Dan bliep je dat toch? Ja, het is gebliept. Kunnen jullie raden wat het was? Oh, hij zei het weer. Je zei, je moet niet zeggen waar we heen gaan. Oh. Ik ben heel erg benieuwd of jullie kunnen raden waar we heen gaan. Oké, okay. My one! Ben je klaar om te gaan? Ja. Oké, nice. Let's go. Was leuk? Ja. Ja. Maar we willen niet op de film, dus ik doe het gewoon lekker. Hier ben ik. Haha. Maaime, kap nou. Kap met de shit. Dat doe je altijd. Lucie is hier weer gekreukeld, hè? Ja, vind je niet fijn als hij is gekreukeld? We gaan er vandoor. We gaan naar Assen. We gaan alweer naar Assen. 160 kilometer. Beetje sturen. Zit je in een vrachtwagen of zo? Met zo'n knobbeltje. Ja. Maar. Deze is wel echt mooi. Hij is wel vet. Ja, ik vind hem wel echt mooi. Het is wel zoals je hem kent. Pauw! Pauw! Zieke zoom skills heb jij. Ciao! Sa! Wat? Maar leuk. Leg die camera maar weg. Wat? Zeg jij tegen mij! Oké, dames en heren. Morgen een nieuwe dag. En daar heb ik heel erg veel zin in. Zorg dat je erbij bent om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol power!